Goedendag en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van maandag 23 mei. Met vandaag: gemeenteraad bespreekt kwijtschelding afvalstoffenheffing. Mantelzorgcompliment in Arnhem nog erg onbekend. En grote kans op referendum stadsblokken Meinerswijk. Vanavond bespreekt de gemeenteraad of Arnhem stopt met het kwijtschelden van de afvalstoffenheffing voor mensen die op bijstandsniveau leven. De gemeente wil hier over 2 jaar mee stoppen en het geld dat daardoor overblijft in de pot van de armoedebestrijding stoppen. Voor een bijstandsgezin betekent dat een verlies aan inkomen per jaar van ongeveer €112. De fractie van de PvdA is woedend over dit voornemen en zal dat geluid zeker laten horen vanavond in de gemeenteraad. Deze partij denkt na over een manier waarop de gemeentelijke belastingen voor minima ook in de toekomst kwijtgescholden kunnen worden. Het mantelzorgcompliment Arnhem is bij heel veel mensen niet bekend. Uit onderzoek blijkt dat er maar heel weinig mantelzorgers in deze stad gebruik maken van het pasje van de gemeente met daarop een bedrag van €150. Via het mantelzorgcompliment kunnen ouderen, buren of zieke mensen hun waardering voor hun vrijwillige verzorger laten blijken. Zij geven hun mantelzorger op voor het compliment waarmee ze bijvoorbeeld uit eten kunnen gaan, een attractie kunnen bezoeken of kleding kunnen kopen. De gemeente gaat hier nu extra aandacht aan besteden in de hoop dat meer mantelzorgers voor hun belangeloze inspanningen worden beloond. Vanavond staat ook stadsblokken Meinerswijk weer op de agenda van de gemeenteraad. Zoals u wellicht weet lijkt het zeer waarschijnlijk dat er over de plannen van de gemeente om een deel van het Uiterwaardepark woningen te bouwen in het najaar een referendum komt. Initiatiefnemers Kloppend Stadshart, Milieudefensie en wijkplatform Malburgen West hebben inmiddels voldoende handtekeningen verzameld om zo'n volksraadpleging door te laten gaan. Er zijn nu 750 handtekeningen nodig voor een verzoek om een referendum te houden en er zijn er nu al 1500 binnengekomen. Maar daarmee zijn ze er echter nog niet. Om echt een volksraadpleging op touw te zetten, moeten binnen 6 weken 3000 Arnhemmers een handtekening zetten onder een definitief verzoek. Afgelopen zaterdag hebben archeologen een Sten-gun gevonden toen ze bezig waren met het ontgraven van een van de 2 Duitse Koch-bunkers in de tuin van Museum Arnhem. Het Engels machinepistool uit het einde van de Tweede Wereldoorlog is volgens de archeologen in zeer goede conditie. Onduidelijk is nog hoe de Sten-gun daar terecht is gekomen. Het wapen gaat voorlopig naar de opslagplaats van het archeologische werkgenootschap Nederland. En waarschijnlijk stelt het Museum Arnhem de bunkers binnenkort open voor publiek. Vanochtend vroeg is de 3e rijstrook van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijshoord bij Arnhem geopend. En daarmee is de wegverbreding op dat stuk van de A12 nu klaar. Met de opening ging de hele snelweg in die richting weer open. Die was dit weekend dicht voor het inschuiven van een tunnelbak, het maken van een faunatunnel en de sloop van een deel van een oud viaduct van de N224. Ook kreeg de A12 het laatste laagje asfalt en definitieve belijning. In het weekeinde van 17 tot en met 20 juni wordt de A12 de andere kant op tussen knooppunt Grijshoord en Ede afgesloten. Overigens stonden er door het slechte weer vanochtend tientallen kilometers file rondom Arnhem. Tot slot het weer. Het was bewolkt en regenachtig vandaag bij een maximum temperatuur van zo'n 15 graden. Morgen opnieuw veel bewolking. Het blijft erg fris en ook morgen blijft het middagtemperatuur steken op 15 graden. Wel is het op een enkele bui na droog. Bedankt voor het kijken, een prettige dag en tot morgen!